Een zeer goede avond, welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voorgelezen en dan groei je op en dan stopt dat. En daarom deze podcast, de niet zo serieuze sprookjes voor grote mensen. We zitten live in de Joker in Antwerpen. En ik heb een geweldige gast bij mij, een winnares van Humo's Comedy en zo. Ja. Kei grappig, madame. Amelie Albrecht. En Amelie, we hebben een titel gekregen. Er was eens een zeemeermin die niet kon zwemmen. Ja. Dus daar gaan we het mee doen, hè. Goed. Goed. Hier gaan we dan. Er was eens een zeemeermin en die kon niet zwemmen. Gelukkig, door haar cup kon ze wel drijven. Ja, gelukkig. Want anders had ze een leven op de bodem van de zee gelegen. Maar ze kon dus wel drijven. Maar het probleem was dat altijd... Af en toe moet een zeemeermin ook onder water kunnen. Want anders word je ontdekt. En telkens als zij bleef bovendrijven met haar zeecup, waren er vissers die haar zagen. Ja. Het was ook gewoon heel zonde, omdat een zeemeermin onder water kan ademen. Maar zij wou haar altijd omdraaien om terug onder water te zijn. Maar haar cup trok haar altijd terug naar boven. Dus ze bleef op haar rug dobberen. En zelfs voor een zeemeermin is dat een heel onplezierig leven. Ja. Ze zag ook nooit wat er achter haar was. Het was heel moeilijk om te zien waar ze naartoe zwom. Tot ze op een bepaald moment aan het zwemmen was en ergens tegenaan zwom. Tok. En het was een boot. En een van de zeemannen heeft haar uit het water gehaald en op zijn boot getrokken. Ja. Hé, kom eens hier, zeemeermin. Kom eens uit het water. En dan beseft dat hij die benen helemaal niet open kon doen en haar gewoon terug erin heeft gesmeten. En zo gebeurde het constant. Onze zeemeermin zwom tegen dingen aan, werd op het droog getrokken en dan terug weggesmeten. En ze voelde zich zo slecht dat niemand haar wou. Maar toen spoelde ze aan op het strand. En daar lag ze dan. En daar was er weer een zeeman die haar uit het water trok. En weer besefte dat ze haar benen niet open had. Maar een zeemeermin die aan land komt, krijgt benen. Dat wist onze zeemeermin zelfs niet. Dus het moment dat ze echt aan land werd getrokken, veranderde haar vin in twee mooie mensenbenen. Waar ze ook niet mee kon stappen. Dus ze lag gewoon op haar rug op het strand. En ze besefte dat het gras helemaal niet groener is aan de overkant. Dus ze begon terug te huppelen naar de rand van de zee. Maar de zeeman dacht van, nee, die heeft benen. Jij blijft hier. Met u kan ik wel van alles doen. Dus ze belandde bij de zeeman, op de boot. En dan werd daar een beste vriend. Ja, elke dag praten ze over het leven. Over hoe mooi de zee wel was. Dat ze niet meer kon zien, want ze lag op het dek van het schip. En ze kon ook niet veel vertellen, want het enige dat ze heel haar leven had gezien, was de lucht. Was de lucht. Heel rare, stille vriendschap, maar het werkte. En zo gingen de dagen voorbij. Tot de visser zei van, lieve zeemeermin, hoor je eigenlijk niet te zwemmen? Zou je eigenlijk niet moeten leren zwemmen? En hij gooide haar weer in het water. En hij zei, draai u om, kom aan, draai u om. En toen kon ze zwemmen, maar niet goed genoeg. En ze verdronk toch. Want ze hadden haar heel haar leven gezegd dat ze onder water kon ademen. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dus wat is de moraal van dit verhaal? Dat als je iets niet kunt, en je doet echt je best en je blijft dat niet kunnen, stop dan met dat te proberen. Slaap lekker. Leuk zo.